Goedenavond. Inwoners uit de zwaar belegerde Oekraïnse stad Mariupol vluchten weg uit de stad. En vandaag kwamen enkele honderden voertuigen met vluchtelingen aan in de stad Zaporozhye. Honderdduizenden anderen kunnen niet weg. Мы думали, то, что самое страшное тогда было. Каждый день мы думаем, что это самое страшное, и больше ничего не будет. Но, к сожалению, все становится страшнее и страшнее. Onze collega Rudy Franks is vandaag in Zaporozhye en zag de vluchtelingen daar aankomen. Een heel bijzondere tafereel waar dat. We gaan er zo meteen over praten. Згадайте Перл-Харбор. Страшний, трагічний ранок 7 грудня 41-го року, коли ваше небо було чорним від атакуючих вас літаків. Згадайте це. De Oekraïense president Zelensky sprak vandaag het Amerikaanse congres toe. Hij vraagt de Verenigde Staten om meer militaire hulp. Door de hoge brandstofprijzen zijn er de laatste tijd veel meer brandstofdiefstallen. Dieven boren een gat in de tank van een auto of een vrachtwagen om zo de diesel te stelen. Tim Merlier gaat rijden tot op de streep. Nog een paar lenden rukken en Tim Merlier wint nokere koersen. Merlier heeft zijn favoriete rol waargemaakt op de kasseien van nokere koers. De zwaar belegerde stad Mariupol in Oekraïne is de hel op aarde. Dat vertellen de mensen die er weggevlucht zijn. Mondjesmaat komen auto's aan vanuit Mariupol in Zaporozhye, zo'n 200 kilometer ten noordwesten van Mariupol. En daar is ook onze collega Rudy Franks. Hij kon er spreken met mensen die pas gevlucht zijn. De weinige gelukkigen, mogen we wel zeggen. Want alle grootschalige evacuatiepogingen uit Mariupol zijn tot nog toe mislukt. In de stad zitten honderdduizenden burgers al 2 weken lang vast, zonder eten, zonder verwarming. Een verslag van Rudy Franks en zijn ploeg. Het eindpunt van de tocht uit de hel. Achter deze checkpoint zijn ze veilig. Deze sliert auto's, zo'n 1500, zijn erin geslaagd om te ontsnappen uit Mariupol. Sommige wagens volgepakt. Met 7 in een oude kar. Ехали долго, сбились немножко, отстали от основной группы и пришлось ехать и через территорию, которая контролировалась противоположной стороной, так сказать, враждебной. Там и представители Кавказа были. А что с окном вашим произошло? Ну, снаряд ударная волна. Да. Волной выбило. А да. Спереди так же само пошло? То же самое, да. Ехать риск и оставаться там – это тоже большой риск. Ну, как бы лучше рискнуть. Как мы решили, приняли для себя, что лучше мы рискнем, поедем. 4000 mensen, 1000 kinderen in veiligheid. Maar met de trauma's van de oorlog. Wekenlang beschoten, uitgehongerd. Dit was een belegering waar niemand gespaard bleef. Nu, met de eerste getuigenissen, wordt de waanzin steeds duidelijker. Воды нет, газа нет, света нет. С крыш, когда дождь шел, хорошо набирали. Снег пошел тоже. Было очень страшно, особенно когда сильно бомбили. Мы очень часто ночевали в подвале. Вот. И потом у нас сгорел дом. Попало, было прямое попадание в дом, он сгорел. Посмотрите на мою машину, как у нас дела? У нас все разбомблено, у нас нет жилья. Все. Там трупы валяются по земле. Это ад. Вот если есть ад, это вот там. Dit zijn de gelukkige mensen, degenen die uit Mariupol ontsnapt zijn. Ze beginnen langzaamaan toe te komen met enkele duizenden wagens intussen. Sommigen met, ik weet niet hoeveel mensen, samen in één wagen gepropt. Anderen dragen ook de sporen van het oorlogsgeweld. Het is, ja, de stroom is op gang gekomen, maar er zijn er nog honderdduizenden die vastzitten. Maar wat er het meeste inhakt, zijn de verhalen van de mensen die ze meebrengen en die ze meedragen. Hoeveel kinderen zijn overleden? Ik weet het niet. Geen woord. Gewoon... Het roddom, het is echt een horror. De stroom niet laten zien. Ik laat het zien. Ik laat het zien. Ik laat het zien. Ze laten niet alles zien. Ze laten niet zien hoe... У женщины беременна ножка, ребенка висела живота наизнанку. Это страшно очень видеть, как дети умирают. В шоке, честно.
Ja, Rudy, dat is om heel stil van te worden als we zulke beelden zien, natuurlijk. En dit zijn dan de mensen die in veiligheid zijn geraakt. Hoe hebben die dat gedaan? Hoe zijn die tot in Zaporozhye geraakt, waar jij bent? Ja, het is 200 kilometer. En men zegt dat er 4000 auto's vertrokken zijn uit Mariupol. Het officiële cijfer, want er is heel veel onduidelijkheid over chaos ook, dat geregistreerd is, dat gered is uiteindelijk tot nu toe, is 570. 4000 mensen, 1000 kinderen. Maar je hoort ook verhalen. Je ziet wagens waarvan de ruiten stuk geslagen zijn door ontploffingen, waarvan deels vernield zijn, die voortgesleept werden door andere auto's. Ik spreek ook mensen waarvan die met 4, 5 auto's vertrokken waren, waar er misschien maar 1 of 2 van aangekomen zijn. Die zijn aangehouden aan checkpoints, waar sprake is van Tsjetsjenen ook die daar staan, die hun papieren controleren, maar die ook hun telefoons controleren, met wie ze contact hebben, die hun bedreigen. Ja, het is heel veel chaos. Zelfs tot vlak buiten Zaporozhye is er nog een voertuig getroffen en uitgebrand. Men zegt door Russische granaten, maar ja, het is heel moeilijk om daar duidelijkheid over te krijgen. Wat wel zo is natuurlijk, is van ja, die andere van die 4000 auto's, die zitten ergens langs de baan over die 200 kilometer verspreid en brengen daar de nacht door in de hoop dat ze morgen wel tot in Zaporozhye geraken. En die vrouw vertelde in jouw verslag dat zoveel kinderen ook het slachtoffer zijn van die oorlog. Dat is natuurlijk het meest ondraaglijke wat er is, hè, in een oorlog. Ja, maar wat mij dan vooral ook opvalt, die vrouw die praatte een kwartier lang, wenen, huilen, ja, bijna in paniek, zich vastklampend aan die vriendin die daar eigenlijk in Zaporozhye al was, die militaire, en die haar troostte. Die zei heel de tijd van, jullie weten niet echt wat daar gebeurt, want jullie kunnen het niet tonen. Nu, er komen af en toe beelden uit Zaporozhye. Er is een cameraploeg van AP, een Amerikaans persagentschap, die daar zelf ook vastzitten. Die trouwens die kraamkliniek die daar gebombardeerd is geweest hebben getoond. Die zijn ook bij een ziekenhuis geweest. Dat het enige dat nog werkt bijna daar, dat nog niet beschoten is, dat niet gebouwd is, maar waar die kinderen naartoe moeten, waar de slachtoffers van de granaten naartoe moeten. En wat zich daar afspeelt, is hallucinant schijnt. Hè. Dat is dan kinderen die daar... Ja, in het lijkenhuis, waar normaal een voedselopslagplaats is, die daar bij elkaar gestapeld liggen. Of kinderen die daar, ja, beschermd tegen de schermen van de inslagen moeten liggen. Vreselijk moet het zijn. We gaan kijken, Rudy, naar die beelden uit Mariupol. En ja, even zeggen toch ook dat er ook een paar harde beelden tussen zitten voor de kijkers. Welkom in ziekenhuis nummer 2 in Mariupol. Dit zijn de omstandigheden waarin de artsen en verpleegkundigen dag in dag uit hun werk moeten doen. Buiten liggen de lichamen oneerbiedig tegen een muur gestapeld. Dr. Drengar toont de weg naar een opslagruimte in de kelder. De baby's leefden nog toen ze binnen werden gebracht, zegt hij. De artsen konden ze niet redden. Een verpleegster toont de kraamafdeling. Смотрите, вот лежат дети накрытые. Чтобы стекла, потому что там мы были, здание разрушилось, и все полетело на нас, мы оттуда детей выносили просто. Помогите! Это город жилой, жилые дома, СОС! Помогите Мариуполю! Убивают детей, женщин, больницы переполнены. Мы все здесь на что? Это ж я не могу понять, это геноцид? Ziekenhuis nummer 2 is een van de weinige nog functionerende ziekenhuizen in de stad. Ja, geen wonder natuurlijk dat zoveel mensen op de vlucht gaan als we telkens opnieuw beelden zien. Rudy, even checken bij jou ook. Er zou ook opnieuw alweer een nieuwe tragedie in de maak zijn. In Mariupol, op 200 kilometer van waar jij staat, een theatergebouw zou gebombardeerd worden of zijn, waar ook heel veel mensen zich schuilhielden. Nu, er zijn beelden van buiten gekomen, een foto van dat in dat theater waren honderden, zo niet een duizendtal mensen, zegt men hier, zich gaat verschuilen voor de bommen. Die zaten in de kelder. Dat is zwaar getroffen. En naar verluid kunnen de hulpverleners er momenteel niet echt goed bij om te kijken wie het overleefd heeft of hoeveel slachtoffers er zijn en wat er echt gebeurd is. Maar het cynische van deze oorlog is natuurlijk dat dit de ene kant is. De andere kant, Rusland heeft al gereageerd, ergens een pro-Russische kanaal op sociale media, om te zeggen dat daar de Azov-brigade zou gezeten hebben. Dat is een soort van extreme militie die vecht aan de Oekraïnse zijde. Dus eigenlijk net zoals bij die
aanval op die materniteit. Dagen geleden is het opnieuw de ene zeggen dit en de andere proberen dit dan weer in twijfel te trekken. De werkelijkheid is dat in een oorlog waar een stad omsingeld is, vol met burgers, honderdduizenden burgers, dit soort incidenten onvermijdelijk is. En dat is exact wat nu weer in de maak is. De gruwel van de oorlog. Dank je wel, Rudy. De Oekraïense president Zelensky die heeft intussen vanmiddag het Amerikaanse parlement toegesproken via een videoverbinding. Hij vroeg de Amerikanen om meer militaire hulp, meer sancties en om ervoor te zorgen dat er een vliegverbod komt boven Oekraïne, zodat Rusland daar niet kan bovenvliegen. Het werd een emotionele toespraak waarin hij de aanval van Rusland op Oekraïne vergeleek met de aanslagen van 11 september op Amerika. The president of Ukraine, Vladimir Zelensky. Slava Ukraina! De Oekraïense president Zelensky krijgt meteen een staande ovatie van het voltallige congres. Hij verwijst naar Amerikaanse trauma's uit recente geschiedenis om meer begrip op te wekken bij de Amerikanen. Згадайте 11 вересня. Страшний день 2001 року, коли зло намагалося перетворити ваші незалежні території, ваші міста у поле битви, коли були атаковані люди, звичайні, невинні люди, атаковані з повітря, так, як ніхто не чекав. Так, як ви не могли це зупинити. Наша держава переживає це щоденно. Зараз. Прямо зараз. Zelensky laat een emotionele videomontage zien. Een contrast tussen de vreedzame Oekraïnse steden van een maand geleden en de oorlogsgruwel van de voorbije weken. Het filmpje eindigt met de oproep om een vliegverbod boven Oekraïne te installeren. Велике прохання створити над Україною безпольотну зону. Хіба це забагато? Це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону, умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста. Якщо це забагато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо постійно. De congresleden staan niet te springen voor een vliegverbod. Ze vrezen dat dit de VS en de NAVO meesleurt in het conflict. Zelensky richt zich tot slot in het Engels tot de Amerikaanse president. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Thank you. Ja, en daarna zijn er nog beslissingen genomen in Amerika, want de Verenigde Staten trekken $800 miljoen extra uit voor militaire hulp aan Oekraïne na de speech van Zelensky. Het parlement heeft dat goedgekeurd en president Biden heeft een wet ondertekend die dat bekrachtigt. Het geld gaat onder meer naar antitankwapens, naar drones en naar luchtafweer. I want to be honest with you. This could be a long and difficult battle. But the American people will be steadfast in our support of the people of Ukraine in the face of Putin's immoral, unethical attacks on civilian populations. We are united in our abhorrence of Putin's depraved onslaught, and we're going to continue to have their backs as they fight for their freedom, their democracy, their very survival. And we're going to give Ukraine the arms to fight and defend themselves through all the difficult days ahead. Dag Björn, jij bent momenteel in het hart van de Verenigde Staten. De speech van Zelensky is aangekomen, maar blijkbaar krijgt hij toch niet alles waarop hij had gehoopt. Nee, hij krijgt alleen maar verdedigingswapens en dat ontgoochelde hem een beetje. Hij zei op het einde van zijn speech: welke zin heeft het leven nog als je de dood niet kunt tegenhouden? Daarmee bedoelde hij als er geen no-fly zone komt, waarbij dus Russische vliegtuigen uit de lucht kunnen worden geschoten door eigen vliegtuigen. Of je stelt een vliegverbod in waardoor de Russen niet meer kunnen bombarderen. Als je dat niet kunt doen, ja, wat voor zin heeft het dan dat we ons blijven verdedigen met de nodige heldenmoed, terwijl de wereld toekijkt, geld geeft, humanitaire hulp geeft, sympathie uit tegenover Oekraïne. Daar kunnen we geen oorlog mee winnen. Dat was eigenlijk min of meer de boodschap van Zelensky. Ja, maar Amerika geeft nu wel heel veel geld
800 miljoen dollar, maar geeft ook wapens. Antitankwapens, luchtafweer. Kan je op die manier eigenlijk niet zeggen dat Amerika onrechtstreeks toch tegen Rusland aan het vechten is? De redenering blijft altijd, het zijn verdedigingswapens, antitankwapens, luchtafweer, granaatwerpers. Dus niks om echt aan te vallen, offensief bezig te zijn. Niets waardoor de indruk kan worden gewekt dat Amerikanen of NAVO-landen rechtstreeks in een strijd betrokken zijn met de Russen. Ook geen grondtroepen. Enkel maar als een NAVO-land wordt aangevallen, zal er een nieuwe fase in de oorlog aanbreken. Dan zullen ze die landen verdedigen. Maar Oekraïne is geen NAVO-lid. Dat beseft Zelensky ook. En dus blijven die Amerikanen die lijn aanhouden. Biden zegt, ik heb veel sympathie voor de vraag van Zelensky. En we weten hoe je oorlogen moet winnen. Maar als we hier tussen beiden komen, dan worden andere belangen geschaad, namelijk de belangen van de wereld, de belangen van Amerika. Amerika heeft geen zin om te gaan sneuvelen in Oekraïne. Plus, zegt Biden, dan komt er mogelijkerwijze een derde wereldoorlog. Als wij tussen beiden komen en aanvallen uitvoeren op de Russen, dan kunnen zij een kernraket afschieten. En niemand weet waar dat eindigt. Dus Biden moet het hoofd koel houden, zegt hij. Mag niet ingaan op die vraag, hoe gerechtvaardigd ze ook is, vanuit een militair defensief standpunt en vanuit het standpunt van de publieke opinie die ziet en toekijkt naar het lijden van het Oekraïense volk. Dat zijn duidelijke argumenten. Dankjewel, Björn. De Russische president Poetin moet de oorlog in Oekraïne onmiddellijk stoppen. Het is ook een nieuwe oproep van secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, die vandaag in Brussel een vergadering had met de ministers van Defensie van de 30 NAVO-landen. Stoltenberg benadrukt dat de NAVO militaire steun zal blijven verlenen aan Oekraïne en ook financiële en humanitaire hulp. De NAVO versterkt ook zijn aanwezigheid in Oost-Europa. Maar, een beetje zoals Biden ook zegt, het blijft geen optie dat de NAVO of haar lidstaten zelf zich zullen mengen in de oorlog. Aldus Stoltenberg. Allies are united, both in providing support to Ukraine, to support Ukraine to uphold the right for self-defense. But allies are also united when it comes to that NATO should not deploy forces on the ground or in the airspace over Ukraine. Because we have a responsibility to ensure that this conflict, this war, doesn't escalate beyond Ukraine. De oorlog in Oekraïne zorgt intussen voor heel veel onrust in het kleine buurland Moldavië. Dat land is net als Oekraïne geen lid van de NAVO en ook niet van de Europese Unie. Moldavië stelt zich, in tegenstelling tot Oekraïne, wel neutraal op, vraagt dus ook geen lidmaatschap van de NAVO en hoopt op die manier te vermijden dat het betrokken wordt in de oorlog in Oekraïne. Maar er is wel een andere parallel tussen Oekraïne en Moldavië. Eén regio, Transnistrië, heeft zich afgescheiden van Moldavië. Het gebied wordt gesteund door Rusland, zowel financieel als militair. En Jan Baljau trok naar het dorp Koznica, dat aan de grens ligt met Transnistrië. Op de linkeroever van de Dniester is Koznica een van de weinige dorpen nog onder Moldavische controle. Om er te geraken moet je door een wachtpost van Russische militairen, hier officieel als vredestroepen. Koznica ligt aan de grens met Transnistrië, waar Rusland zo'n 1500 militairen heeft. De angst dat het conflict in Oekraïne naar hier zal overslaan, leeft volop in het dorp. Немножко есть паника у людей. Все говорят, что если в Одессу уже будет бомбят, то тогда да, будет паника побольше. Но пока мы верим, что все будет хорошо. Вы остаетесь здесь? Нет планов, чтобы уехать? Если честно, если будет здесь, начнется что-то плохое, то, конечно, заберем детей и уедем. Vooral bij de oudere generatie is de herinnering aan de oorlog 30 jaar geleden nog springlevend. In Koznica vielen een 40-tal doden voor in 92 een wapenstilstand werd getekend. In het centrum van het dorp zien we verschillende auto's met nummerplaten uit Transnistrië. Ze komen naar hier voor onder meer internationale geldtransfers. Want vanuit het geïsoleerde Transnistrië kan dat niet. De meesten willen niet praten, maar zij die dat wel doen,
geloven stevast dat Rusland hen zal beschermen. Ik denk niet dat Oekraïne met ons gaat. А Россия? А Россия здесь при чем? Россия, наоборот, с нами держит. Благодаря 14-й армии она и так спокойная у нас. Кожница вангт ню ок хел ват украинцы флюхтелинга оп. Ze hopen alvast dat ze niet van de ene oorlog in de andere zullen belanden. Там была война, но сейчас конкретно напали на Украину. И по идее не должны трогать. Ну, не должны трогать Молдавию, Приднестровье. Ну, правильно же. Deze regio weet wat oorlog is. De gesneuvelden van 30 jaar geleden worden hier nog altijd herdacht. Door de nabijheid van het door Rusland gedomineerde Transnistrië bestaat de angst nu dat de oorlog in Oekraïne naar hier overslaat. Jan Baljalve, VRT Nieuws in Kozhnitsa. En morgen is het zover. Dan zetten de Vlaamse radio- en televisiezenders hun schouders onder Oekraïne 1212. De solidariteitsactie voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Van op de Groenplaats in Antwerpen zal er 15 uur lang live radio worden gemaakt. En 's avonds volgt op 1 VTM en Play 4 een live televisieshow die momenteel nog volop wordt voorbereid. Die zal worden gepresenteerd door Koen Wouters, James Cook en Danira Boukris-Terkesidis. De beelden uit Oekraïne van de voorbije weken hebben ook op hen indruk gemaakt. Die kinderen en ook die beelden van die jonge gasten. Bijna de leeftijd van mijn kinderen die naar het front gaan dan met geweren. Dat is scary. Je ziet dat heel Vlaanderen heel solidair is. En als één front reageert, ik denk dat die solidariteit ook bij ons ligt, bij de zenders, en dat dat naar een normaliteit is. Ik denk dat we daar niet lang over getwijfeld hebben, dat wij gewoon met de drie zenders samen onze krachten moesten bundelen om ook op televisie die solidariteit over heel Vlaanderen te kunnen tonen. Ja, de nood is ook massaal en heel acuut. Dus nu moet het gebeuren. Ja, Fatma Tasminar, de nood is groot, maar ook de solidariteit is groot. In aanloop naar de show van morgen trek jij de hele week door Vlaanderen om in beeld te brengen hoe groot die solidariteit wel is. En ook vandaag, ik ga je gewoon laten vertellen waar je bent vandaag nu. Wel, Wim, vandaag zijn we de hele dag in woonzorgcentrum De Wand geweest in Laken. En ja, hier wonen Franstalige en Nederlandstalige senioren. Ja, mensen die allemaal zelf natuurlijk een oorlog hebben meegemaakt. En het hele bijzondere aan dit woonzorgcentrum is dat ze hier hebben beslist om hun assistentiewoningen, die toch leeg stonden, om daar Oekraïense vluchtelingen in op te vangen. Er zijn er hier al een aantal aangekomen, een vijftiental. Dat zijn gezinnen met kinderen die hier gewoon tussen de bewoners leven en in die assistentiewoningen zitten. En ze doen er hier echt alles aan om die mensen ja, op hun gemak te stellen, want ze hebben er ja, een vlucht van 7 dagen op zitten uit Kharkov, hè, met de auto naar hier. Dus dat was wel bijzonder zwaar. En wat ze hier doen is samen met die bewoners gezamenlijke activiteiten organiseren, zodat die mensen zich veilig en welkom voelen. Zo is er vrijdagavond een DJ-set waar Oekraïense muziek zal gespeeld worden voor iedereen. En vandaag was er een culinair festijn om die mensen op hun gemak te stellen. Dat was met Belgische en Oekraïense desserts. En daar hebben wij een reportage over gemaakt. Dan gaan we daar eens naar kijken. Dankjewel, Fatma. Hij is een vrijdag uitgebroken. En de zaterdag kregen we al bommen. Dat waren 2 die tegen 1 vochten en ze hebben hun bommen gelost. Er waren juist maar koebeesten die dood waren. Uw geluk. Gabriella, Gabi voor de vrienden, woonde vroeger in Erpenmeren en was 11 toen de oorlog uitbrak. Cécile? Ik ben Fatma. Ja, aangenaam. Ik zal de deur dicht doen, hè? Ja, dank u. Heb je ze al ontmoet? Ik heb ze al gezien als ik beneden kwam. Ja? Heb ik ze gezien, maar niet tegensproken dan. Nee? Nee, nee. Jij kunt geen Oekraïens of zo, toevallig. Nee. Nee. Wat vind je ervan dat die hier zijn? Nou ja, goed. Hè? Dat is wel normaal, hè? Nee, dat is die mensen hier. Ik heb vanmiddag nog gekeken ook nog op de team. Het is toch triestig wat er voorvalt. Vandaag gaan we een beetje contact maken tussen wie wij zijn en wie zij zijn. The Ukrainian dessert will be served to the Flemish and to the Belgian people. And the Belgian dessert will be served to the Ukrainian. Margarita gaat meteen kennis maken met een gezin dat gevlucht is uit Kharkov. Ze deden er 7 dagen over om in België te geraken. How do you feel here?
Utrecht feel safe and we yes, feel in love space. And it's good. Thank you a lot of it. And your flat is all right. Yeah. When we came here, it was a room, everything was clean. The table, it was a plate with fruits. Really touched me. Sorry if you be loud, our children can make some noise. Ze zegt sorry als de kinderen te veel lawaai maken. No, no. Oh ja, Cécile en Margarita verkozen het Oekraïense dessert boven de Brusselse wafel. Een negen? No. En voor sfeer en gezelligheid? Dat mag 10 zijn. En Cécile had ook nog een levenswijsheid voor een zekere president. Houd op. Meer niet, hè. Houd op. Zo simpel is het soms, hè? Ah, maar ja. Houd op. Wel, ja, houd op, hè. Als je houdt, ophoudt, dan is er niks meer, hè. Met de hoge benzineprijzen gebeurt er wel eens meer. Hier zijn er enkele dossiers van opgemaakt. De verzekeringsmaatschappij die me deze voormiddag gebeld heeft, die heeft ook gezegd dat hij meerdere dossiers binnenkrijgt van benzinetank of van dieseltank die doorboord zijn. Verzekeraars krijgen de laatste weken steeds vaker schadedossiers te verwerken van vrachtwagens waarbij de dieseltank kapot is gemaakt om de diesel eruit te halen. Dieven boren dan gaatjes in de tank om de diesel te stelen. Vooral bij trucks gebeurt dat, maar sinds kort ook steeds meer bij bestelwagens. Je ziet hier de brandstoftank van deze voertuig is doorboord. En zo laten ze diesel uit het brandstoftank lopen om mee te nemen. De garagist toont de schade aan de expert van de verzekeringen. Die bak daar en dan komt mijn pillenboormachine een gaatje erin en dan laat ze het leeglopen. Er zijn de laatste tijd meer schadedossiers. Deze expert kreeg er de voorbije 2 weken 20. Dat zijn er evenveel als in het hele voorbije jaar. Vooral vrachtwagens, omdat er daar eigenlijk op een zeer makkelijke manier de brandstof kan gestolen worden. Die brandstoftanken zitten ook aan de buitenzijde van de vrachtwagens. Dus daar kan er eigenlijk aan de hand van de vuldop makkelijk de brandstof gestolen worden. En nieuw is dat dieven ook bestelwagens viseren in parkeergarages en op openbare parkings. De mazoutbak is nogal een redelijk dure operatie. Ja, ja, ja. Zo'n mazoutbak kan toch wel eens 700, 800 euro zijn. Ja. En dan is je de diesel ook nog kwijt. Afhankelijk van het type vrachtwagen en het gebruik van de vrachtwagen spreken we toch makkelijk van tanks tussen de 800 en 1200 liter brandstof die hier kan gestolen worden. En als we dan de rekensom maken, maal 2 euro, is dat toch een serieus bedrag die meteen buiten kan gemaakt worden. Vroeger was het vaak één bende in een bepaalde regio. Nu is het meer verspreid. En hier waren het nog amateurs. De tank liep niet helemaal leeg. Deze had het niet zo heel goed, want hij heeft hem met op een bepaalde hoogte. Zie je dat niet? Normaal had je hem hier moeten doorboren, dan had je er iets meer uit kunnen halen. Dus ja, het is al een beetje een oefening geweest, denk ik. Dus, ja. En dan nog een onverwachts en bijzonder onaangenaam gevolg van de oorlog. De prijs voor de kunstmest is aan het stijgen. En die was de voorbije maanden al sterk omhoog gegaan door hogere energieprijzen. Uiteindelijk leidt dat er waarschijnlijk toe dat de consument ook meer zal moeten betalen binnenkort voor voedingsproducten. We gingen langs bij een varkens- en groenteboer in het West-Vlaamse Gids. Dit is dierlijke mest met water, maar die drijfmest mag niet onbeperkt op de velden. Binnenkort moet boer Johan overschakelen op kunstmest. De kunstmest is gestegen van 200 euro naar meer dan 800 euro. In een jaar tijd is maal 4. Is zo goed of onbetaalbaar. Dat komt omdat China voorraden opkoopt, omdat de energieprijzen stijgen en omdat de oorlog nog eens de grondstoffenaanvoer bemoeilijkt. De boeren willen daarom de toelating om meer dierlijke mest te gebruiken. De Boerenbond wil die dierlijke mest nog bewerken, zodat ze milieuvriendelijker is en veiliger. Deze boer wil zomaar bemesten. Nu moet dat gebeuren. Nu. De wet moet veranderen nu. Niet morgen. Nu. Het seizoen breekt nu aan. Ze kunnen een slachthuis sluiten vandaag of morgen onterecht. Nu moet Zulma de Mier onmiddellijk optreden. Het stopt niet bij kunstmest. Ook het voer voor deze biggen is ineens 30% duurder. En uiteindelijk leidt dat tot hogere prijzen voor de consument.
Daar waarschuwt Fevia voor, de federatie van de voedingsindustrie. En ook deze boer ziet het zwart in voor de consument. Als boer weet het niet, als economist is de ramp. Het is de ramp van de mensen die duurder voedsel aan moeten kopen. Dat gaat een ramp worden. Grandies, daar is de helft erbij bij over een kleine maand. De rest is ook mee, de soja diest, alles diest, alles. De oorlog is er maar 3 weken bezig. Maar het zijn mijn 3 maanden. De KU Leuven en de Universiteit Gent hebben machtsmisbruik en vernederingen door 2 professoren jarenlang laten aanslepen. Daarover getuigen doctoraatstudenten vanavond in ons magazine Pano. De doctoraatstudenten zeggen dat er nogthans jarenlang melding is gemaakt van de feiten bij de universiteiten, maar dat die niet doortastend optraden. Pano behandelt vanavond de case van de 2 proffen. Dat gaat echt over dagelijkse tirannie. Je wordt continu respectloos behandeld als postdoc. En hij, weet wat het is? Hij is niet bezig met wetenschap, maar alleen met zijn eigen imago. Keer op keer ook scheldt u haar en vernedert u en laat u echt gewoon gaan sukkel onzeker voelen. Meer dan 30 doctoraatstudenten beschuldigen in Pano 2 proffen van jarenlang machtsmisbruik. Er is angst. Slechts 1 student durft herkenbaar te getuigen. Het is dramatisch. Mensen die uitvallen met burn-out, mensen die ontslag nemen, mensen die ten onrechte door de co-promoter ontslagen worden. Ja, dit is heel erg. Verscheidene doctoraatstudenten hebben het academisch milieu verlaten puur door het gedrag van hun promotor. Carrières worden gefnuikt. Ja, en op dat moment was ik 100% gedemotiveerd en heeft dat gedrag van mijn promotor er effectief voor gezorgd dat ik gestopt ben, dat ik de stekker uitgetrokken heb. De emmer was vol zeker, het was gedaan. En daar eindigde ook jouw academische carrière? Ja. Jarenlang kwamen bij de universiteiten meldingen binnen over het ongepaste gedrag van deze proffen. Een van de proffen werd wel gesanctioneerd, maar te licht, zeggen de studenten. Een andere werd vrijgesproken wegens verjaring. We zijn 2 jaar verder. Ik krijg nieuwe geld, ik krijg nieuwe financiering. Ik krijg nieuwe doctoraatstudenten en het gaat gewoon verder. Kunt je dat voorstellen? De universiteiten hebben dit laten aanslepen, zeggen de studenten. Er is geen vertrouwen meer in de universiteit als tuchtorgaan. Hoeveel mensen er ook meldingen maken van grensoverschrijdend gedrag, het blijft toch altijd, we gaan zo weinig mogelijk doen. Het blijft allemaal intern. Stef Meerbergen, jij hebt deze Pano gemaakt. Voor de duidelijkheid, dit gaat niet over MeToo. Dit is geen MeToo-verhaal. Nee, dit is geen MeToo-verhaal, omdat het niet strikt rond seksueel grensoverschrijdend gedrag draait, maar het draait wel rond problematisch gedrag, ook in de academische sfeer. Hier dus bij 2 proffen, eentje in Gent, eentje in Leuven. Het zijn proffen met status, en dat is belangrijk om te zeggen, want volgens de doctoraatstudenten misbruiken zij hun status om de mensen die onder hen werken, en dat gaat dus over doctoraatstudenten, om hen onder druk te zetten, om hen bijvoorbeeld ook publicatie dwang op te leggen. En daarover hebben we toch wel in grote getale getuigenissen kunnen optekenen van die doctoraatstudenten. Soms lijken dat kleine feiten te zijn, dat is waar. Maar die opeenstapeling jarenlang, dat hakt er duidelijk in. Dat hebben we tijdens het maken van de reportage kunnen vaststellen. Dat mensen die bijvoorbeeld jarenlang al de universiteit verlaten hebben, dat die bijvoorbeeld niet willen of durven te getuigen. Dat ze ook bijvoorbeeld in tranen uitbarsten. Dus dit heeft zeker een duidelijke impact op mensen. Ja, en jullie hadden dus geen probleem om getuigen te vinden, blijkbaar. Nee, het is in de mailbox gevallen en het is gegroeid vanuit een duidelijke verontwaardiging van jonge mensen die zeggen van wij hadden ons doctoraat en onze academische carrière op een andere manier willen zien starten. En sommigen hebben ook hun academische carrière afgebroken omwille van het gedrag van die promotor. Ze zijn het gedrag van die professoren beu, maar het signaal dat ze vooral willen geven is toch wel dat de universiteiten te weinig gedaan hebben, dat er lange tijd meldingen waren, dat de universiteiten daar te laat en te weinig of te laat mee in gang geschoten zijn en te weinig gedaan hebben. Bijvoorbeeld de prof in Gent is wel gesanctioneerd. Daarvan zeggen de studenten dat is te weinig, dat is niet doortastend genoeg. En in Leuven is de professor vrijgesproken na een verjaringstermijn van 1 jaar, waar de doctoraatstudenten woedend op reageren, omdat ze zeggen van eigenlijk heeft de KU Leuven ook geen moeite gedaan om die procedure af te ronden binnen dat jaar. Dus zij spreken van een doofpot, ze zijn woedend. Ja. Wat loopt er dan fout aan die universiteiten, waardoor zulke dingen mogelijk worden? Ja.
De universiteiten zeggen natuurlijk vooral dat er ook dingen veranderen. En dat is ook zo. UGent heeft bijvoorbeeld een meldpunt opgericht en een nieuw tuchtreglement gemaakt. Maar die studenten zeggen van eigenlijk weten de universiteiten niet wat er leeft op de vloer. En ze verwijzen daar naar een paar fouten. Bijvoorbeeld, als je een formele klacht wil indienen, die dus naar de rector gaat, naar het hoogste orgaan in de universiteit, dan moet je daar je naam bij geven. Daarvan zeggen de doctoraatstudenten, dat durven wij niet, want die afhankelijkheid van die promotor is zo groot. Dat is één ding. Ten tweede heb je wat transparantieproblemen. Er zijn heel wat tuchtprocedures waarin de klager of de melder eigenlijk totaal niet weet wat er met die klacht gebeurt. Die voelen zich opzij geschoven. En dan tot slot het grootste probleem. Ja, dat is eigenlijk dat de tuchtprocedure zelf, het geven van sancties, dat ligt binnen de universiteit, vooral bij de rector. Specialisten zeggen van... Zijn die universiteiten wel in staat om zichzelf te sanctioneren? Moet je dat daar niet uithalen en bij een neutraal orgaan onderbrengen dat misschien neutraler, objectiever kan sanctioneren? De doctoraatstudenten zijn in elk geval overtuigd dat de universiteit geen goed tuchtorgaan is. Allemaal te zien in Pano vanavond op 1 om 5 over 9:30. Macht misbruikt. Dank je wel, Stef. Bij een brand in het voormalige Sheraton Hotel aan het Brusselse Rogierplein is vanochtend een brandweerman van 49 om het leven gekomen. Hij overleed toen een roltrap op hem viel terwijl hij de brand probeerde te blussen. 300 mensen uit een aanpalend hotel werden geëvacueerd. 4 onder hen raakten bevangen door de rook en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het metrostation Rogier werd afgesloten. Er is veel rook en de brand is moeilijk bereikbaar. Die ontstaat rond 3:30 vanmorgen in een technische koker van dit oude hotelgebouw. Er zijn renovatiewerken bezig, dus er staan ook veel bouwmaterialen die vuur vatten. Een brandweerman die naar binnen gaat om het vuur te blussen, komt om het leven. Spijtig genoeg is er tijdens de blussingswerken een van onze collega's bedolven geweest onder een roltrap. Wij hebben hem zo vlug mogelijk bevrijd, maar alle hulp is helaas te laat gekomen. Waarschijnlijk zal een van de verankeringspunten van die roltrap gelost hebben, maar het onderzoek moet daarover uitsluitsel bieden. Iets later vanmorgen is van op de straat alleen de rook te zien die uit het gebouw aan het Rogierplein komt. De brand breidt uit en woedt op de gelijkvloerse eerste en tweede verdieping. Zo'n 300 gasten uit een aanpalend hotel worden geëvacueerd. 4 zijn bevangen door de rook en worden naar het ziekenhuis gebracht. De rest kan naar een hotel aan de overkant waar een medische hulppost wordt opgericht. We had an alarm going on in the hotel. For us we didn't really know what was going on, but we could then later on that was smoke. We could kind of smell it. De brandweerploeg waar het slachtoffer deel van uitmaakt, wordt vervangen door nieuwe brandweermannen. Ze zijn diep onder de indruk van het overlijden van hun collega. De collega's van die brandweerman worden opgevangen in onze stafkazerne om de nodige morele steun aan te bieden. Dat zijn mannen en vrouwen die 24 uur op 24 te samenleven. Dat is familie in feite. Het is inderdaad een zwarte dag voor de brandweerfamilie. Tijdens de oefening van zijn werk, zijn passie in feite, om het leven komen. Ja. Het duurt nog tot na de middag voor de brand volledig geblust is. Het parquet is intussen met een onderzoek gestart naar het overlijden van de brandweerman en naar de oorzaak van de brand. Maar het is nu nog te vroeg om te weten of er opzet in het spel was of niet. Brandweerdeskundigen gaan ter plaatse vaststellingen doen. Momenteel zijn nog verschillende onderzoeksdaden lopende. Er wordt een buurtonderzoek gevraagd. Er wordt gevraagd om eventuele camerabeelden te analyseren, eventuele getuigen te verhoren. Nadien, van zodra de situatie ter plaatse veilig is, zal de deskundige ter plaatse komen samen met het labo van de gerechtelijke politie. En zullen zij trachten de oorzaak van de brand te bepalen. Op strandweer is het nog even wachten, maar de strandbars aan de kust mogen zich vanaf deze week klaarmaken voor een hopelijk warm en feestelijk hoogseizoen. Straks gaan we mee opbouwen daar. Eerste sport, Aster, nokere koersen vandaag. Die hebben hier gewonnen. Hoe is de koers verlopen? Zoals verwacht eigenlijk. Wim met misschien iets meer valpartijen dan gewoonlijk. Maar een sprint, check. Met een massa, ook check. En met een krachtpatser dus als winnaar. Dat zeker. Tim Merlier was vooraf de aangewezen favoriet. En de snelle man van Alpecin heeft zichzelf en zijn fans niet teleurgesteld. Merlier knetterde over de Nokerse karsijn na een overtuigende zege.
We krijgen een incidentrijke editie van Nokere Koersen. Overal klautert er wel iemand uit de gracht. Ook een van de favorieten, Hugo Hofstetter, komt ten val. Hij tikt een achterwiel aan, maar hij zal weer terugkeren in het peloton met een geschaafde linkerbil. Hetzelfde verhaal voor Ilio Keijsen, die tegen de vlakte gaat met Louis Blauwe. Op minder dan 50 kilometer van de finish lijken vier vluchters wel een kans te maken. Pustelberger onder meer met Goeman, Van Uden en Paaschens, maar de groep begint te jagen om alles weer samen te krijgen. Vooral Victor Kampenaerts laat zich gelden. Met succes op 23 kilometer van Nokere komt alles weer samen. De Brit Samuel Watson probeert het peloton nog te verschalken, maar er komt toch een massaspurt. Merlier die nog eens achterom kijkt en dan doortrekt. Tim Merlier, ga je het redden tot op de streep? Nog een paar renden rukken en Tim Merlier wint Nokere Koersen op een geweldige manier. Ja, voor Walsh altijd de lead, derde, toch nog derde. Als ik over het parcours aan het fietsen was, was het precies of ik was de WK aan het rijden. Er was zoveel ambiance. En als eerste over de streep komen, als iedereen wil dat hij wint aan de streek, dat is mooi. Tim Merlier wint een incidentrijke editie, zei onze verslaggever. En incidentrijk was het absoluut. Maar dat was het zowaar nog meer bij de vrouwen. Daar waren de valpartijen haast niet bij te houden. En dat op een droge dag. Lotte Kopecky slaagde erin om zich recht te houden. Maar winnen, dat lukte haar niet. De zege was voor die andere favoriete, Lorena Wiebes. En de Nederlandse kreeg daarbij hetzelfde prijzengeld als Merlier bij de mannen. Het gaat er erg nerveus aan toe bij Nokere Koersen voor vrouwen, met veel valpartijen tot gevolg. Zo moet voormalig Belgisch kampioene Jesse van den Bulke hier vooraan naar het ziekenhuis. En met Lorena Wiebes wordt ook een van de favorietes opgehouden. Wanneer zij weer aansluit, liggen twee ploeggenoten van haar tegen het asfalt. En alweer een val en weer achter. Maar wat gebeurt er toch allemaal? En na een race en valpartijen proberen twee rensters van Parkhotel Valkenburg de klassieke sprint te voorkomen. Maar het peloton met een alerte Kopecky laat hen niet rijden. In de sprint op de Kasseia is Wiebes veel sneller dan de rest. Er staat gewoon geen maat op die wind hier met 3-4 lengte voor een valpartij. Nog Kopecky wordt tweede. Niks aan te doen. Bastianelli derde. Wiebes is een kanonskogel. En als de kanonskogel loskomt, staat de rest niet op de foto. Ja, nee. Ze schoot echt weg, los, gelijk de komeet. Niks van jou. Je was helemaal rechts aan het zien, zag ik. Ja, ze kwam met enorm veel snelheid af en was niks aan te doen, denk ik. Wiebes verdient met haar zege €7.515. En dat is voor het eerst evenveel als de winnaar bij de mannen. Er hangt een vuil beestje genaamd bronchitis in het peloton. Zo wil het zeker. Dinsdag al moest Sonny Colbrelli passen voor Milan-San Remo. Vandaag volgde Julien Alaphilippe. En wel om dezelfde reden. Hij kampt bovendien ook met koorts. Dat liet Alaphilippe zelf weten. En het is in ieder geval een dikke streep door de rekening van Quickstep Alpha Vinyl. Geen Milan-San Remo voor de wereldkampioen. Die trouwens ook zwaar ten val kwam in de Strade Bianche. En vergeet ook niet dat ook Yves Lampaert ontbreekt bij Quickstep in de klassieker van komende zaterdag. Kan AA Gent de Belgische eer en coëfficiënt in Europa hoog houden? Onze voetbalwereld hoopt er in ieder geval op. Gent is de enige ploeg die Europees nog actief is en speelt morgen de terugwedstrijd in de achtste finales van de Conference League tegen PAOK Saloniki. De kwartfinales halen wordt een moeilijke opdracht, want de Grieken wonnen de thuismatch met 1-0, maar Hein van Hazenbroek wil er vol voor gaan, ook al wacht zondag Anderlecht. We zijn aan elkaar gewaagd en dat hebben we ook gezien in de eerste wedstrijd. Maar we hebben geen enkele intentie om eruit te gaan, dus we hebben gerust nog een ronde verder gaan zelfs. Hein van Hazenbroek is duidelijk. Morgen de kwartfinales halen is een doel, ook al volgt zondag Anderlecht. Die match wordt cruciaal voor de strijd om de top 4. En voor manager Michel Louwagy is die play-off 1 halen belangrijker, voor de trainer niet. Ik denk dat iedereen focust op de match van morgen. En dan gaan we ons pas concentreren op die van zondag. Er is geen rangorde tussen die twee wedstrijden of welke je het liefst zou winnen. Niet wat mij betreft en ook niet wat de spelers betreft, denk ik. De coach kan in deze belangrijke weken rekenen op een bijna volledig fitte selectie. Ook Tariq Tissoudali, die in de heenmatch maar de laatste 10 minuten kon meedoen, zal hij starten morgen. Dat weten we nog niet en dat zullen we zien ook. En, we hebben ook wel resultaten gehaald zonder Tissoudali. Dus we hebben tegen Partizan zelfs 2 keer gewonnen met Tissoudali niet aan de aftrap. Daar maak ik me weinig zorgen over.
De match zondag tegen Anderlecht is uitverkocht. Morgen is er wel nog plaats in de Gelamco Arena. Allen daarheen. Ontnuchtering en ontgoocheling gisteravond in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. Ajax, dat 18 op 18 pakte in de groepsfase van de Champions League, is uitgeschakeld na een hold-up van een uitgekiend Benfica. Net als in de heenmatch was Ajax de betere ploeg. Maar de Portugezen hadden aan één kans genoeg voor kwalificatie. In Lissabon moest Ajax vrede nemen met een 2-2 gelijkspel. Voor eigen publiek willen de klus nu wel afmaken tegen de ploeg van Jan Vertonghen. Voor rust is Ajax veruit de betere ploeg, maar echt grote kansen levert dat niet op. Antony probeert het met een lage knal. En Gravenberg komt nog wat dichter bij een goal met deze pegel. Na rust is de thuisploeg minder dominant. Benfica blijft bewust op eigen helft. En als het dreigt, dan is dat na een stilstaande fase, zoals hier Vertonghen voorlangs. Een kwartier voor tijd dan krijgt Benfica deze lichte vrije trap met zware gevolgen. Darwin Núñez kop binnen. Het is de eerste bal binnen het kader en meteen doelpunt. Timber laat zich aftroeven en doelman Onana komt te laat. Ajax kan niet meer reageren. Een grote ontgoocheling voor de Amsterdammers. Benfica zit bij de laatste acht. Kwartfinales dus voor Benfica. Geen kwartfinales voor Manchester United. De Engelsen verloren net als Ajax thuis met 0-1 en mogen hun Europese ambities opbergen. Cristiano Ronaldo scoorde zaterdag nog een hat-trick tegen Tottenham, maar tegen Atletico Madrid zwijgt zijn kanon. Bij United zien ze in de aanloop naar de goal een fout op Elanga. Maar de aanval gaat verder. João Felix is er vandoor. Hakje tot bij Griezmann, geweldig gedaan. En die brengt de bal richting tweede zone. En daar is Renan Lodi 0-1 kort voor de rust via de man in vorm. En bij 0-1, ja, daar blijft het ook bij. Atletico doet het zuinig, maar efficiënt. En vanavond is er ook handbal. Wim, de Red Wolves spelen in Slowakije. Heenmatch van de barrages. En zaterdag opnieuw. De winnaar gaat naar het WK. Je kan die wedstrijd volgen via onze kanalen. En dat is omdat de Russen niet meedoen, denk ik. Ja, klopt. Klopt, hè? Ja. Dankjewel, Aster. Er was ons lenteweer beloofd vandaag, maar dat viel lelijk tegen. Het was op de meeste plaatsen gewoon koud. Waar ze wel al met hun hoofd bij de lente en zelfs bij de zomer zitten, is in de strandbaars aan onze kust. Vanaf deze week mogen de eigenaars beginnen met de opbouw. En met de paasvakantie in het vooruitzicht is het alle hens aan dek. De dijk van Blankenbergen, een stralende zon, veel volk en evenveel gezelligheid. Helaas, dat was mei vorig jaar. Vandaag ligt de dijk er nog verlaten bij. Ook op het strand nog geen zonnekloppers, maar wel meeuwen. Een eenzame strandjutter. En ook veel hardwerkende mensen. Want dit strand moet binnenkort weer een paradijs zijn voor wie houdt van zand tussen zijn tenen en een cocktail in zijn handen. Nu zijn we alles aan het recht zetten eigenlijk. Overmorgen komen ze met de bar en dan komen de banken en de stoelen, zodat het heel terras volledig klaar staat. Dat wij open kunnen op volle capaciteit vanaf de paasvakantie. Het strand lijkt wel op een nieuwe verkaveling. Zware kranen zetten cabines op hun plaats. Er worden waterleidingen aangelegd en afvoeren geplaatst. En overal moet elektriciteit worden voorzien om drank bij warme dagen koel te kunnen houden. Ja, heel veel werk. Maar natuurlijk, als het gewend zijt, veel mensen van op de dijk zeggen, ja, al dat werk, maar dat is een automatisch feit. Iedereen is op elkaar ingespeeld en dat gaat eigenlijk wel vlug worden. Het echt zware werk komt er hier aan op drukke, warme dagen. Het is leuk werken, maar het is hard werken. Het is niet een cafeetje dat je open doet. Wij moeten ook veel, in de zon veel zand verscheppen van te waaien en dingen kapot en al. Het is meer of enkel de luikjes open doen en serveren in feite. Ik kom veel meer bekijken of dat. Intussen hopen ze hier de vervelende coronatijden voorgoed achter zich te laten. We zijn blij dat gewoon geen mondmasker meer hoeft. De mensen weer normaal kunnen komen naschrijven bij ons. En sowieso, de mensen zijn leuker, happier, dat het leven weer normaal is. En dan ook nog dit. Een zonsopgang of een zonsondergang is altijd mooi om te zien. Maar deze dagen zal die er wellicht nog wat romantischer uitzien. Dat komt omdat er een hoop stof uit de Sahara in de lucht hangt. Door storm boven de woestijn in Afrika stijgt dat stof op en door de warme wind uit het zuiden wordt het meegevoerd tot in onze contreien. Dat levert mooie plaatjes op en mogelijk ook een laagje stof op het koetswerk van uw auto als u die heeft.
En dat Sahara-stof dat zorgde er trouwens vandaag ook voor dat er meer wolken waren. En daardoor werd er een stuk frisser dan voorspeld. Vannacht veel wolken en een regenzone die van west naar oost over het land trekt. Minima tussen 5 en 8 graden. Morgen wordt het droog en komen er brede opklaringen vanuit Frankrijk. Maxima rond 12 graden. Inwoners uit de zwaar belegerde Oekraïnse stad Mariupol vluchten weg als ze kunnen. Vandaag kwamen enkele honderden voertuigen met vluchtelingen aan in de stad Zaporozhye. Rudy Franks kon met hen praten en aanhoorde hun verhalen. Honderdduizenden anderen kunnen niet weg en zitten vast. Dank voor het kijken. Een rustige woensdag verder. Dit zijn de gelukkige mensen, degenen die uit Mariupol ontsnapt zijn. Je hebt risk en оставаться там это тоже большой риск. Ну как бы лучше. Wat er het meeste in hakt, zijn de verhalen van de mensen die ze meebrengen en die ze meedragen. Het было очень страшно, особенно когда сильно бомбили и мы очень часто ночевали в подвале. Ну разбомблено, у нас нет жилья. Все. Там трупы валяются по земле. Это ад. Вот если есть ад, это вот там. Детей умерло, я не знаю. Слов нету просто.